En ook vorige week was een goede leesweek. Slash luister. De laatste boekjes van de Disney kalender gelezen. Over Merlijn. Over Bambi. Over Sneeuwwitje. En een boekje met allemaal quotes. Een hele spannende thriller. Ja, een heerlijk kerstverhaal. Over twee kinderen van... hun moeders waren allebei, zaten samen in een band. En dan proberen ze de band weer samen te krijgen. Maar natuurlijk draait het ook om liefde. Over een advocaat die stomdronken wordt. Over iemands schoenenkot. En dan heeft ze een grote zaak. En dan blijkt hij dus de advocaat van de tegenpartij te zijn. Oeps. En ja, hij lijkt er nogal af. Erg leuk. Een paar keer hard op zitten lachen. Ja, ook een heerlijk verhaal. Over. Oh ja. Twee mensen die voor allebei voor een kerstpakkettenbedrijf werkt. En die moeten fuseren. En dan samen op een werkreis moeten. En ja. Ook al willen ze het niet toegeven. De vonk springt natuurlijk over. Een boek met allemaal verschillende korte verhalen. 12 korte verhalen om af te tellen naar kerst. Meer dan van de verhalen vond ik erg leuk. Er zat er eentje bij die ik wat minder vond. Maar voor de rest erg leuk. Zeker een aanrader. En ja, smaken zijn verschillend. Ja, ik hou van de boeken van Suzanne Musquet. En deze was ook geweldig. Ik raad je vooral het luisterboek aan. Want Suzanne die doet de jonge stem. En Diewetje Blok doet de oudere stem. En het gaat om Joy, een jonge meid van 27 die 3 weken ervoor gedumpt is. En Frida, de 3 jaar geleden, een 72-jarige vrouw, die 3 jaar geleden haar man is overleden. En dan helpen ze elkaar om het leven weer een beetje in orde te krijgen. Erg mooi, gelachen, gehuild, ja. En dan het laatste boek. Deze mooie. Droom in Goud. Raad ik je ook het luisterboek vandaan. Ik luister via Storytel. Want Jan Minkman leest het boek voor. En dat doet ze erg leuk. Droom in Goud. Rood gaat in over een meisje die naar Mars verhuist. En daar probeert haar leven weer in orde te krijgen. En dan erachter komt dat... de relatie tussen de Marsbewoners en hun toch anders zit dan ze dacht. Dan dat ze geleerd heeft. Dus erg leuk, erg wel genoten, erg spannend. Zeker een aanrader.